mooiste en ook het meest enge is eigenlijk als een shirt net af is en de klant moet gaan komen om het te passen. En als het dan wordt gepast en het zit naar wens, dan zijn we heel erg blij, omdat je ziet eigenlijk iemand meer ruggengraat krijgen in zo'n item. En je ziet zo'n man bewust worden. En dat bewustzijn is iets waar merk Shackbroekers altijd om moet draaien. Maar de visie van Shackbroekers is dat er heel veel met de hand wordt vervaardigd. Wij willen graag laten zien wat een kwaliteit stof kan doen. En we willen ook graag terugbrengen eerbied naar het product toe. Productie in Nederland is bijna een uitstervend ras. En het is heel erg mooi dat we nu een modehuis hebben waar alles onder één dak is. Dus beneden wordt het verkocht, en op een andere etage wordt het ontworpen, een etage daarboven wordt het weer vervaardigd. We beginnen met het opmeten. Daarna mag de persoon kiezen welke stoffen en welke kleuren hij graag wil in zijn garderobe. We hebben een bepaalde opzet gemaakt over welke kraag, welke machette. We adviseren eigenlijk de klant daarmee naar wens en naar gelang. Die hele cyclus is denk ik heel rijk. Rijk voor ons om in te groeien. Maar ook bijzonder en rijk voor de klant om dat zo te ervaren. Ik hoop dat de mannen die bij Shackbroekers binnenkomen, of die items kopen van Shackbroekers, een eye-opener krijgen. In die zin dat zij kunnen zien dat het ook anders kan. En dat die intimiteit die het merk omarmt, raakvlakken heeft met waar zij zelf voor staan.